Als het gaat om issues als leven en dood, weet je dat veel patiënten en veel zorg afhankelijk is van de techniek en de betrouwbaarheid van de techniek die wij leveren. Als contractmanager hou je bezig met verschillende contracten binnen de regio, welke gefocust zijn op het stukje technisch beheer. En als contractmanager sta je eigenlijk op een positie tussen de klant en tussen de BAM. Wij beheren 74 panden van de gemeente Hoorn. Wij doen het wettelijk onderhoud aan die panden en zorgen dat de installaties in nominale staat komen. Een ziekenhuis kent alle technieken die je maar kunt bedenken, van noodstroom tot luchtbehandelingskasten. Proceswaterbehandeling tot verdeelkasten, medische gassen, alle disciplines kom je hier tegen. Het is niet alleen maar een wandcontactdoosje of het onderhouden van de poortjes. Het gaat gewoon veel breder. Het heeft er gewoon echt mee te maken met het opbouwen van een relatie. En te zorgen dat jouw klant tevreden is en denkt van nou goh, wij zijn echt heel erg blij met BAM en wij kunnen niet zonder. De panden die wij als BAM beheren voor de gemeente zijn allemaal panden waar bezetting is. Dus je moet altijd een overleg met de huurders, de gebruikers, wanneer je welke werkzaamheden mag uitvoeren. En soms is dat ook buiten reguliere kantooruren. Maar dan ga je in overleg en dan neem je daar je team bij mee. Van kunnen we op een andere dag aan het werk of kunnen we 's ochtends vroeg beginnen? Ja, wat het voor mij heel leuk maakt en bijzonder maakt om hier te werken, is toch wel dat je dagelijks ziet dat de werkzaamheden die wij doen een directe bijdrage leveren aan die zorg eigenlijk voor die patiënt. Op het moment dat wij ons werk goed doen en wij de betrouwbaarheid van de installatie kunnen garanderen, dan kan er goede zorg verleend worden. De klant heeft een vraag en het is juist heel erg wel interessant en boeiend om te zorgen dat je vanuit de techniek de klant eigenlijk in zijn totale beleving en perceptie iets kan aanbieden. En dat je daardoor oplossingen kan bedenken van problemen waar ze tegenaan lopen. In plaats van heel plat alleen maar te zorgen dat er stroom is. Je kijkt meer naar het grote geheel. En dat maakt het heel erg leuk.